Gegroet dames en heren en welkom op onze zesde videosessie over de geschiedenis van de sinologie aan de hand van boeken die zich bij ons in de bibliotheek van de Vereniging België-China bevinden. Net zoals in onze vorige sessie zullen wij het vandaag terug hebben over het werk van een Chinese auteur, zij het dan in een Engelse vertaling door een Amerikaan van Nederlandse afkomst. We gaan u nog niet onmiddellijk vertellen over welk boek het precies handelt, maar wij zullen eerst een korte beschrijving geven van de historische context waarin het werk tot stand kwam. Na de opiumoorlogen en de ongelijke verdragen volgde een periode die door de Chinezen vandaag Painian Kuoche of de Eeuw van de Vernedering genoemd wordt. In de trieste tijdsbestek, dat duurde van 1839 tot 1949, werd het eens machtige China gereduceerd tot een semi-kolonie van de westerse mogendheden, Rusland en Japan. Grote stukken van het Chinese grondgebied werden verkaveld in buitenlandse concessies, waar westerse bezettingstroepen gelegerd werden en waar het oneerlijke principe van de extraterritorialiteit gold. Er werd met andere woorden een juridisch kader gecreëerd waarbij alle buitenlanders in China een soort diplomatieke onschendbaarheid genoten. Ook de sinologische helden die wij in onze vorige videosessies bespraken, Angelo Zottoli, Leon Wieger en Pascal Delia, genoten van dit onrechtvaardige regime. Het spreekt vanzelf dat de Chinese machthebbers deze situatie niet zomaar lijdzaam ondergingen. Tijdens de zelfversterkingsbeweging in het Chinees Zhejiang Yuntong, die liep van 1861 tot 1895, probeerde het keizerlijk hof het rijk en haar traditionele cultuur te vrijwaren door de introductie van westerse militaire technologie en het starten van een industriële ontwikkeling naar westers model. Groot was de teleurstelling echter toen het keizerrijk, ondanks de aankoop van moderne bewapening, toch een militaire nederlaag te verduren kreeg tijdens de Chinees-Japanse oorlog van 1894-1895. Het was duidelijk dat technologische innovatie enkel hand in hand kon gaan met institutionele en ideologische veranderingen. Het Hof probeerde dit te bewerkstelligen in wat Chinese historici Wu Xu Pianfa of de hervorming van het jaar 1898 noemen. Deze modernistische beweging, die onder andere een constitutionele monarchie wilde invoeren, botste op veel tegenstand en zou uiteindelijk leiden tot de obscurantistische Yichuan Yuntong of boksersopstand van 1899, die in 1901 roemloos eindigde met de bezetting en de plundering van de keizerlijke hoofdstad door een alliantie van 8 buitenlandse mogendheden, in het Chinees bekend als de Paguo Lianjun. De afschaffing van de keizerlijke examens in 1905 en de hervorming van het onderwijs was wellicht de laatste poging van het keizerlijk hof om het rijk te redden, maar toen was het kalf reeds lang verdronken. In de revolutie van 1911 werd het Chinese keizerrijk ten val gebracht en in 1912 werd de Chinese Republiek in het leven geroepen. Ook dit liep uit op een sisser. De eerste president van de Chinese Republiek, Yuan Shikai, riep zichzelf uit tot keizer in 1915 en na zijn dood in 1916 volgde een periode van gewelddadige chaos onder de regionale krijgsheren. De oorzaak van al dat politieke en militaire falen, zo kwam men in Chinese intellectuele middens tot de conclusie, had niets te maken met de aankoop van nieuwe technologie of de adoptie van een westers regeringsmodel. De kern van het probleem lag in de Chinese traditionele cultuur zelf. Dit inzicht noopte de Chinese intelligentsia, in de woorden van de Nederlandse sinoloog Jan Duivendak, en ik citeer, te graven naar de werkelijke cultuurschatten van Oost en West, om een nieuw cultuurideaal op te bouwen, hun houding tegen verleden en toekomst duidelijk te bepalen, de verschillen tussen Oost en West in hun oorsprong bloot te leggen en zo mogelijk te overwinnen. Einde citaat. Om zulks te bewerkstelligen, diende de Chinese cultuur echter zichtbaar gemaakt te worden. De grote Chinese denktradities moesten op chronologische manier gecategoriseerd worden en opnieuw verklaard worden door het gebruik van concepten uit de westerse en de Indische filosofie. Waardevolle pogingen hiertoe werden ondernomen door de Chinese filosofen Hu Shi en Liang Shuming, die respectievelijk in 1919 en 1921 hun Zhongguo Zheshue Dakang of Overzicht van de Chinese filosofie en of de Oosterse en Westerse culturen en hun filosofie publiceerden.
Geen van beide pogingen om de geschiedenis van de Chinese wijsbegeerte te herontdekken evenaarde het succes van de Zhongguo Zhexueshi van Feng Youlan. Het eerste volume van dit werk werd gepubliceerd in 1931 en later werd het, samen met een tweede volume, heruitgegeven in 1934. Volume 1 behandelt de Chinese filosofie van haar vroegste begin tot aan het jaar 100 voor Christus, terwijl het tweede volume de tweede eeuw voor Christus tot de 20e eeuw bestrijkt. Zhongguo Zhexueshi mag beschouwd worden als een van de grootste intellectuele prestaties tijdens de nationalistische periode en leverde een belangrijke bijdrage aan de herwaardering van het Confucianisme onder het presidentschap van Chiang Kai-shek. De Engelse vertaling van volume 1 van dit boek bevindt zich bij ons in de bibliotheek van de Vereniging Belgisch-China. Het werd in 1937 uitgegeven door de drukkerij Henry Vetch in Beijing en draagt als titel History of Chinese Philosophy. Deze vertaling werd gemaakt door Dirk Bodde, een Amerikaanse sinoloog van Nederlandse afkomst, maar over hem later meer. Laat ons eerst wat dieper ingaan op de auteur van het oorspronkelijke werk. Feng Youlan leefde van 1895 tot 1990. Hij werd geboren in een welgestelde familie in het district Hanghe in de provincie Henan. Van 1915 tot 1918 studeerde Feng Youlan filosofie aan de Universiteit van Beijing. Hier kwam hij in aanraking met de filosofische werken van Henri Bergson en William Montagu. In 1919 begaf Feng Youlan zich naar de Verenigde Staten om daar zijn studies verder te zetten aan de Columbia University. Dit studieverblijf resulteerde in 1923 in een doctoraat dat begeleid werd door niemand minder dan de beroemde Amerikaanse filosoof John Dewey. Na zijn doctoraat keerde Feng Youlan terug naar China, waar hij zijn lange carrière als universiteitsprofessor aanving. De Japanse inval van 1937, het jaar waarin Bodde's vertaling van zijn werk gepubliceerd werd, wakkerde bij Feng Youlan een diep gevoel van vaderlandsliefde aan, wat resulteerde in een aantal publicaties ter ondersteuning van de Xinsheng Huoyuntong, of de Beweging van het Nieuwe Leven. De Beweging van het Nieuwe Leven kwam tot stand onder impuls van Chiang Kai-shek en was zwaar beïnvloed door het Italiaans fascisme. Gestoeld op ultranationalistische en rabiaat anticommunistische principes pleitte deze beweging voor een sterke autoritaire staat en een terugkeer naar bepaalde Confucianistische waarden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Feng Youlan in zijn latere leven het etiket van neo-Confucianist opgekleefd kreeg. Feng Youlan's vertaler Dirk Bodde werd in 1909 geboren in Ocean Bluff Brent Rock in de Amerikaanse staat Massachusetts als zoon van een Nederlandse ingenieur die in 1901 naar de Verenigde Staten geëmigreerd was. Van 1919 tot 1922 verbleef de familie in Shanghai, waar vader Bodde een aanstelling gekregen had als professor aan de Tiaotong Universiteit in Shanghai. In 1930 studeerde Dirk Bodde af in de Engelse taalkunde aan de Universiteit van Harvard. Van 1931 tot 1937 verbleef hij als beursstudent aan de Universiteit van Beijing, waar hij Chinese filosofie volgde bij Feng Youlan. Dit zou in 1937 resulteren in de vertaling van het eerste volume van Feng Youlan's Geschiedenis van de Chinese filosofie. In 1938 doctoreerde Bodde op een proefschrift over de Qin-dynastie aan de Universiteit van Leiden. De keuze om in Nederland te doctoreren was het gevolg van een ontmoeting in 1935 met de reeds eerder vermelde Nederlandse sinoloog Jan Duivendak. Na zijn afstuderen keerde Dirk Bodde terug naar de Verenigde Staten, waar hij tot aan zijn pensioen in 1975 professor sinologie was aan de Universiteit van Pennsylvania. Het is interessant om op te merken dat hij na zijn pensioen ook nog enkele jaren meehielp aan de in onze eerste video besproken Science and Civilization in China van Joseph Needham. Dirk Bodde bereikte de gezegende leeftijd van 94 jaar en stierf in 2003. The History of Chinese Philosophy bestaat uit 15 hoofdstukken en behandelt zoals gezegd de voornaamste filosofische strekkingen in China van de vroegste tijden tot de eerste eeuw voor Christus. In deze presentatie zullen wij het hebben over het Confucianisme, het Mohisme en het Taoïsme, die we met recht kunnen beschouwen als de voornaamste idealistische, pragmatische en spirituele denkstromingen in de Chinese filosofie. Confucius en het Confucianisme komen aan bod in het vierde hoofdstuk,
Volgens Feng Yolan werd Confucius geboren in 551 voor Christus nabij de stad Chufu in de provincie Shandong. In die stad zou hij ook sterven en begraven worden in 479 voor Christus. Omdat we het Confucianisme reeds uitgebreid besproken hebben in onze video over James Legge, zullen we niet te diep ingaan op deze Chinese wijsgerige traditie. Het is wel belangrijk op te merken dat Feng Yolan in dit uitgebreide hoofdstuk een interessante vergelijking maakt tussen Confucius en de sofisten uit de Griekse oudheid. Feng Yolan stelde vast dat Confucius, net zoals de sofisten, in zijn levensonderhoud voorzag met giften die hij van zijn leerlingen ontving in ruil voor onderricht. Feng Yolan staaft dit met vers 7 uit hoofdstuk 7 van de Lun Yu of de gesprekken van Confucius. En ik citeer: Zixing shu xiu yi shang, wu wei chang wu hui yan. In het Nederlands vertaald wil dit zeggen: ik weerhield nooit onderricht aan hem die mijn school wou binnentreden met een simpel geschenk van gedroogd vlees. Einde van het citaat. Waar Confucius volgens Feng Yolan ook een raakvlak vertoont met de sofisten, is dat de Chinese wijsgeer zijn leerlingen onderricht gaf met het oog op een regeringsfunctie. Dit komt volgens Feng Yolan ook duidelijk aan bod in de gesprekken van Confucius. Hij verwijst hierbij naar vers 8 van hoofdstuk 6, waarin Confucius gevraagd wordt over de bekwaamheid van drie van zijn studenten voor de uitoefening van een overheidsfunctie. En ik citeer: Yao ye kuo, zi ye da, qiu ye yi, yu zong zheng hu he you. In het Nederlands wil dit zeggen: leerling Yao is een man van beslissingen. Leerling Tzu is een man van doorgronding. Leerling Chou is een man van technische kennis. Hoe zou het moeilijk zijn voor hen om een politiek ambt te bekleden? Vervolgens ziet Feng Yolan in de leer van Confucius ook een gelijkenis met Socrates. Volgens Feng Yolan hadden beide filosofen gemeen dat zij geen interesse hadden in problemen van metafysische aard en dat zij beide niet afkerig stonden tegen de toen in zwang zijnde traditionele opvattingen van hun landgenoten met betrekking tot bovennatuurlijke krachten. Zowel Confucius als Socrates, zo leert ons Feng Yolan, beschouwden zichzelf als mannen met een goddelijke opdracht. In hoofdstuk 7, vers 22 van de gesprekken van Confucius, aldus Feng Yolan, zegt de Chinese wijze dan ook, en ik citeer: Tian sheng de yu yu, of in het Nederlands: de deugd in mij is een geschenk van de hemel. Einde citaat. Vervolgens merkt Feng Yolan ook op dat Confucius, net zoals Socrates, via inductie probeert te komen tot universele definities die kunnen dienen als een standaard voor het menselijke gedrag. Bij Confucius, zo zegt Feng Yolan, staat dit bekend als Zhengming of de doctrine van de juiste namen. Ten slotte merkt Feng Yolan op dat beide filosofen de ethische natuur van de mens als kernprobleem van hun wijsbegeerte beschouwden. In onze video over James Legge bespraken wij reeds uitvoerig de Confucianistische basisdeugd Ren of welwillendheid, die ook door Feng Yolan beschouwd wordt als de belangrijkste deugd in de Confucianistische filosofie. Het vierde hoofdstuk in The History of Chinese Philosophy gaat vervolgens over de filosoof Mozi, die volgens Feng Yolan leefde van 468 tot 376 voor Christus. Feng Yolan merkt op dat Mo waarschijnlijk geen familienaam is, maar mogelijk verwijst naar het brandmerk van een slaaf. Mozi zou in die context dan een soort geuzennaam zijn, die filosoof van het nederige volk betekent. Bewijs hiervoor meent Feng Yolan te vinden in het 47ste hoofdstuk van het boek Mozi, waarin het Mohisme door een koning beoordeeld wordt als Shanyan, of goede woorden, die een indicatie zijn voor Tianrenzhi Suowei, of de praktijk van de nederige mens. Feng Yolan maakt dan ook een vergelijking tussen de filosoof Mozi en de wijsgeer Antisthenes uit de Griekse oudheid, die door zijn tegenstanders Haplokion of hond genoemd werd en die zo opgezet was met deze bijnaam dat hij een grafsteen wou in de vorm van een hond. In het Mohisme zal men vergeefs zoeken naar de hoogstaande ethische principes en mooie idealen waarover Confucius zo lyrisch doet. Het grootste contrast tussen het Confucianisme en het Mohisme is de nadruk die de filosoof Mozi legt op de nuttigheid. Volgens Feng Yolan is het voor de ware Confucianist niet van belang of de juiste ethische handelswijze ook een nuttige handelswijze is.
Die belangeloosheid van het morele handelen wordt gestaafd door volgend citaat dat Feng Yolan aanhaalt uit de gesprekken van Confucius. En ik citeer: Tunze zhe ye, xing qi yi ye, tao zhe pu xing, yi zhe zhe yi. In het Nederlands betekent dit: de reden waarom de superieure mens een ambt tracht te bekleden is omdat hij dit moreel juist vindt, ook al is hij er zich goed van bewust dat zijn principes geen vooruitgang zullen boeken. De mohistische leer verzet zich tegen het confucianistische idealisme dat, wanneer puntje bij paaltje komt, geen maatschappelijke verandering teweeg kan brengen. Volgens Feng Yolan ligt dit idee mooi vervat in het 35e hoofdstuk van het boek Mozi. Ik citeer: Yen, piao san piao, yao pen zhi zhi, yao yan zhi zhi, yao yong zhi zhi, yu he pen zhi, shang pen zhi yu gu zhi sheng wang zhi shi, yu he yuan zhi, xia yuan cha bai xing er mu zhi shi, yu he yong zhi, fei yi wei xing zheng guan qi zhong guo jia bai xing ren min zhi li. Of in het Nederlands: elke uitspraak moet onderworpen worden aan drie proeven: fundament, controleerbaarheid en bruikbaarheid. Waarop moet een uitspraak gefundeerd zijn? Een uitspraak moet gefundeerd zijn op de daden van de wijze koningen uit de oudheid. Hoe kan een uitspraak gecontroleerd worden? Een uitspraak moet gecontroleerd worden door wat het gewone volk kan horen en zien. Hoe kan een uitspraak gebruikt worden? Een uitspraak kan gebruikt worden door het op te nemen in politiek bestuur en door vast te stellen wat daar nut is voor het land en het volk. Dit wordt bedoeld met de drie proeven van elke doctrine. Einde citaat. Alles wat nuttig is voor land en volk loopt als een rode draad door de leer van Mozi, die in wezen zeer activistisch is en zich sterk verzet tegen holle retoriek. Om dit te staven verwijst Feng Yolan naar het 46e hoofdstuk van de Mozi en ik citeer: Yan zu yi fu xing zhe, chang zhe, bu zu yi fu xing zhe, wu chang, bu zu yi ju xing er chang zhe, zi tang kou ye. In het Nederlands betekent dit: doctrines die vertaald kunnen worden in concreet gedrag mogen dikwijls onderwezen worden. Vaak spreken over datgene wat niet uitgevoerd kan worden leidt slechts tot een vermoeide mond. Einde citaat. De mohistische mens wordt dan ook aangemoedigd om in het belang van de nuttigheid voor volk en staat de hem omringende natuur zoveel mogelijk te transformeren. Feng Yolan verwijst naar het 22e hoofdstuk van het boek Mozi, waarin verteld wordt hoe de wijze koningen uit de oudheid het volk leerden wapens te gebruiken om zich te beschermen tegen wilde dieren, bruggen en schepen te bouwen om valleien en rivieren over te steken, huizen en paleizen te bouwen die bescherming boden tegen de elementen in zomer en winter. Dit soort pragmatisme komt in de Lunyu of de gesprekken van Confucius nauwelijks aan bod. De Confucianistische en Mohistische filosofie staat in scherp contrast met een andere traditionele Chinese denkstroming die uitgebreid behandeld wordt in het boek van Feng Yolan. We hebben het hier dan over het Taoïsme van Laozi, dat besproken wordt in het 8e hoofdstuk van The History of Chinese Philosophy. In het eerste deel van dat hoofdstuk probeert Feng Yolan met een uitgebreide filologische bewijsvoering aan te tonen dat de filosofie van Laozi, zoals die vastgelegd werd in de Tao Te Ching of de klassieken van de Weg en Deugd, ontwikkeld werd na het Confucianisme. Feng Yolan trekt bovendien de historiciteit van de figuur Laozi in twijfel en meent dat de Tao Te Ching een verzameling teksten van verschillende auteurs is. Volgens Feng Yolan is het Taoïsme van Laozi, in tegenstelling tot het Confucianisme en het Mohisme, een introspectieve filosofie die oproept tot een menselijk bestaan in harmonie met de natuur. Die harmonie met de natuur kan enkel bewerkstelligd worden door een soort gecultiveerde wijze onwetendheid. En het zijn die wijze onwetenden die volgens Feng Yolan aan het hoofd staan van de ideale Taoïstische samenleving. Om dit te staven citeert Feng Yolan uit het 3e hoofdstuk van de Tao Te Ching. De Chinese tekst luidt: Shi yi sheng ren zhi zhi, xu qi xin, shi qi fu, ruo qi zhi, qiang qi gu, chang shi min wu zhi wu yu. Of in het Nederlands: daarom heerst de wijze over de mensen door hun geesten leeg te maken en door hun magen te vullen, door hun wil te verzwakken en door hun lichaamspezen aan te sterken.
steeds ervoor zorgend dat de mensen zonder kennis en zonder begeerte zijn. Volgens de Tao Te Ching houdt de wijze heerser het volk tevreden in een soort staat van oeronwetendheid, wat volgens Feng Yolan wel absoluut niet gezien mag worden als vulgaire domheid. Die oeronwetendheid komt voort uit een soort spirituele discipline en verkrijgt men door kennis en begeerten geleidelijk aan af te bouwen. Feng Yolan verwijst in deze context naar het 48e hoofdstuk van de Tao Te Ching en ik citeer: Wei Tao Zhi Quan, Quan Zhi You Quan, Yi Zhi Yu Wu Wei. In het Nederlands betekent dit: het handelen volgens de Tao bestaat erin dag na dag af te bouwen, tot men het stadium van niet handelen bereikt heeft. Dit niet handelen moet opgevat worden als een soort lotsberusting die mensen ervan weerhoudt te veel in te grijpen in de hun omringende levenswereld. Feng Yolan verwijst hieromtrent naar het 80ste hoofdstuk van de Tao Te Ching. Shi min zhong se er bu yuan xi, sui you zhou yu, wu suo zheng zhi, lin guo xiang wan, ji quan zhi sheng xiang wen, min zhi lao si bu xiang wang lai. Laat de mensen hun dood ernstig nemen en zich niet ver verwijderen van hun woonplaatsen. Ofschoon er misschien boten of karren bestaan, zal niemand hiervan gebruik maken. Een buurland mag zo dichtbij zijn dat men er de hanen hoort kraaien en de honden hoort blaffen, maar de mensen zullen oud worden en sterven zonder er ooit een bezoek gebracht te hebben. En zo ziet volgens Feng Yolan de ideale samenleving van de Taoïsten eruit. Primitief, maar niet barbaars, met mensen die zich tevreden voelen in hun bubbel, zonder dat zij de nood voelen een comfortzone te moeten verlaten. Deze beschrijving is inderdaad een enorm verschil met het Confucianistische en Mohistische samenlevingsideaal. Tot zover onze sumiere bespreking over het Confucianisme, het Mohisme en het Taoïsme, zoals dat aan bod komt in het werk van Feng Yolan. Feng Yolan had tijdens zijn wetenschappelijke carrière twee grote streefdoelen. Zijn eerste ambitie, maar dat kon jammer genoeg niet aan bod komen in deze videosessie, was de reconstructie van een Chinese filosofie die beantwoordde aan de behoeften van de moderne Chinese samenleving. Zijn tweede ambitie, en dat bespraken we wel uitgebreid in deze video, was het systematisch vanuit een modern westers perspectief herschrijven van de geschiedenis van de Chinese filosofie. Dit resulteerde in de publicatie van The History of Chinese Philosophy. Met dit werk wou Feng Yolan zijn lezers een idee geven over de ontwikkelingsfases van de Chinese filosofie en de verschillende denkstromingen hierin. Bovendien wilde hij aantonen dat er in de Chinese geschiedenis periodes waren waarin de wijsbegeerte origineel en creatief was, gevolgd door andere periodes waarin het verstarde en stagneerde. In China wordt Feng Yolan beschouwd als een van de weinige oorspronkelijke filosofen die het China van de 20e eeuw voortbracht. Ook bouwde hij een belangrijke reputatie op als leermeester die zijn kennis over en de passie voor de Chinese filosofie wist over te brengen aan een hele generatie Chinese studenten, onder wie velen momenteel lesgeven aan de beste universiteiten van China. In het Westen daarentegen is Feng Yolan vooral bekend als een historicus en zijn faam beperkt zich enkel tot zijn History of Chinese Philosophy, dat in meerdere westerse talen werd vertaald. Ondanks de kritiek die het boek krijgt vanuit sommige academische kringen vanwege Feng Yolan's schijnbare voorkeur voor het Confucianisme boven het Taoïsme, kunnen wij de History of Chinese Philosophy warm aanbevelen als een standaardwerk voor onze sinologiestudenten en wij hopen dat de bibliotheek van de Vereniging België-China het nog vaak zal mogen uitlenen. Ik dank u voor uw aandacht.